Links en rechts ziet u de nieuwe en oude gebouwen van de Thomas More Hogeschool. To the left and right, you will see the new and old buildings of Thomas More College. Daarna varen we onder de Nauzerweg, het Mechels woord voor spoorweg. De allereerste spoorweg op het Europese vasteland was de spoorlijn tussen Brussel en Mechelen, feestelijk ingewijd op 5 mei 1835. Deze baksteen spoorwegbruggen zijn gebouwd op het einde van de 19e eeuw en worden vandaag nog steeds gebruikt voor het moderne spoorverkeer. Then we sail under the railway. The very first railway on the European mainland was the one between Brussels and Mechelen, inaugurated on 5 May 1835. These brick railway bridges were built at the end of the 19th century and are still used today for modern rail traffic.